Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met de voorlaatste aflevering van Voetbaltijd van 2022. Vanuit het Van der Valk Hotel in Hengelo dit keer. Met in de opstelling René Wagelaar en aanvallende middenvelder van FC Twente, Sem Stijn. Sem, welkom. Dankjewel. Blij met de kwartfinale plek van Oranje? Absoluut. Op het WK? Hartstikke mooi. Alleen tegen Argentinië, dat vind ik wel jammer. Want? Ja, ik ben vanaf kinds af aan Messi-fan. Oké. Ja. Als je nou moet kiezen, pistool op je hoofd. Nee, dan ga ik voor het Nederlands elftal alleen. Net als Maxima? Ja, eigenlijk wel. Alleen vind ik wel dat deze grootheid eigenlijk wel de Wereldcup verdient. Ja. Nou ja, het kan alle kanten nog op. We zitten een paar dagen voor die wedstrijd. Of vanuit stilstand is die gevaarlijk, die Messi. Pas op. Het voetenwerk. Hoe kijk jij naar het Nederlands elftal, René? Ja, we hadden gisteren een kleine discussie, wij twee, op de app. Ja. Net als veel Nederlanders ben ik nog niet overtuigd van dat ze verder komen tegen Argentinië. Ik vind het wat mat. Ik vind het niet des Nederlands hoe we op dit moment spelen. Jij zei van ze spelen altijd al op grote toernooien de laatste 15 jaar, 4-4-2. Maar ik vind het zo terughoudend. Nee, dat zei ik niet. Ik zei dat we hebben één keer een toernooi gewonnen. Dat was in 88. 4-4-2, dus niet met onze Hollandse voetbalschool. En we hebben nog nooit iets gewonnen met 4-3-3. Maar we zijn wel vreselijk dichtbij geweest met vreselijk mooi voetbal ook. Twee keer. En of ze dit keer met dit systeem gaan redden, dat betwijfel ik. Maar goed, we zijn op weg. Ik bedoel, maar je moet ook het vermogen hebben om te accepteren dat we ook met een andere manier van voetballen ver kunnen komen. Dat zou kunnen. En dat is waar Van Gaal zich op heeft gestort vanaf het begin dat die er is. Vorig jaar 19 wedstrijden gespeeld, geen enkele nederlaag, Sem. Nee. Geen enkele keer verloren. Het is een beetje Italiaans, hè? Een beetje Catenaccio-achtig. Ja, Italiaans. Niet de hele wedstrijd. Nee, hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken tegen de USA? We waren een oefenwedstrijd tegen Almere, dus we zaten om een klein scherm te kijken. Ja. Ik vond het wel jammer dat Nederland in de eerste 45 minuten zo terughoudend speelde. Dat was anti-Nederlands, maar wel effectief. Ja, nou ja, dat is toch ook wat je wil uiteindelijk. En toch twee keer mooi op kunnen springen. En het werd nog even spannend, dus ik heb gewoon naar een leuke wedstrijd zitten kijken. Uiteindelijk wel? Uiteindelijk wel, ja. Ja, oké. Okay. Omdat we doorgaan natuurlijk. Hè. Maar het leeft ook niet, Eddie. Het leeft ook niet in Nederland zoals anders natuurlijk. Je hebt 3,5 miljoen kijkers, heb je misschien 4. Dus het is ook niet van... Mensen zijn ook niet klaar voor dit. Ik heb dat zelf ook een beetje in de winter nu, dat ik kijk en dat ik denk, verdomme, anders. Wat jij zegt, het komt heeft met het tijdstip te maken. Dat kun je niet vergelijken met al die toernooien in de zomer. En het komt nu wel wat meer op gang, hopelijk, richting Argentinië. Ja. Laten we het hopen dat we met 7-8 miljoen mensen kijken. Oh. Ja, zo, dat zijn mannen, hoor. Dat is anders dan Almere uit. Ja, dat is een klein verschilletje. Ja. Oefenwedstrijdje Almere uit. Jij maakt het bruggetje 1-1. Helftje gespeeld, hè, jij? Was het wat? Koud? We hebben lekker de minuutjes in de benen. Natuurlijk, ik wil eigenlijk winnen van Almere. Maar het is een oefenwedstrijd. Iedereen heeft lekker 45 minuten gespeeld. Iedereen is fit gebleven. Dus ik zeg geslaagde oefenwedstrijd. Ja. Ja, mooi dat jeugd erop kwam. Een stuk of 4 jongens hebben meegedaan. Ik kon daar een beetje aan ruiken. Ze zijn erg jong. Dus prima. Ja, de spelers, moet je daarvoor gebruiken. Een aantal spelers deden nog niet mee. Hè. Die komen nog, die stromen nog in de komende tijd. Jij speelt dus een helftje mee. Maar daarvoor had je even vakantie natuurlijk. Even lekker, gek ook. In november helemaal niks doen. Ja, gek. En dan ook nog met goed weer bijna. Ook hier in Nederland. Even lekker 4 dagjes weg geweest. En 4 dagen naar Spanje geweest. Ja. En nog 2 weken in Den Haag geweest. Er even lekker rondom de familie. En ook wel weer lekker om even in het Haagse leven te zitten. Ja. En met je vader naar Spanje? Moeder? Ja, die waren al in Spanje. Dus ik ben voor mijn vaders verjaardag. Die was 20 november jarig. Ben ik er even heen gevlogen. Ja, oké. Okay. Ja, het is een goede familieband. Dat hebben we al vaker geconstateerd. Ja, zeker. Je zag ze toen bij de NOS toch laatst. En bij ISPN in de camera met z'n tweeën na. Sparta Twente. Ja. Met zijn vader dus. En ze hebben samen in de zandbak gezeten. Ja, Al Wakhta in de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe was dat avontuurtje? Het duurde een half jaar, geloof ik. Hè? Het duurde eigenlijk iets te kort voor mij. Nee, ik vond het echt geweldig. Ik heb er onwijs van genoten, een hoop geleerd. Het is heel gaaf dat je met je gezin zoiets iets moois kan doen. Zo'n mooie stap kan maken. En zijn het kleine dingetjes. Het verhuizen, je spulletjes meenemen, met mensen omgaan daar. Het is gewoon heel anders. Had je dat gepland dan, om daar naartoe te gaan? Waren er geen aanbiedingen uit Nederland om te gaan dat je dacht... Deze stap maak ik nu en misschien blijf ik hier wel 2 jaar en dan ben ik
tussen aanhalingstekens in de vergetelheid. Want je was toen 19, denk ik, toen je ging? VVV nee, speelde ik was 17. Was je 17 toen je ging? 17, okay. Ja. Nee, ik had net bij VVV gespeeld, een jaartje. En ik had nog een contract bij ADO Den Haag voor nog anderhalf jaar. En nou ja, mijn vader die tekende eigenlijk dat jaar daarvoor bij VVV. Waardoor de bedoeling was dat wij minimaal 3 jaar naar Venlo zouden verhuizen. En toen kwam dit avontuur voorbij. Ja, dat wilde mijn vader natuurlijk doen. Ja. En ik was eigenlijk nog iets... Voor het geld. Ja. Nou ja, je gaat er ook heen voor. Nou ja, ook voor het weer. Voor de ontwikkeling. Laat ik voor het weer zeggen. maar toen kwam dat voorbij en ja, weet je... Wat moet je? Ja, wat moet ik? Ik twijfelde wel in het begin, maar ik heb er ook goed over gesproken. En uiteindelijk vond ik het ook wel een heel gaaf avontuur. En heb ik er geen moment spijt van gehad dat ik dat avontuur ben aangegaan. Want ik spreek nog steeds jongens van daar. En ik wilde eigenlijk ook snel weer even terug om iedereen te zien. Want het is, ik heb er gewoon een geweldige tijd gehad. En het is leven daar is... Hadden ze daar ook zo'n boot die gisteravond, Engels elftal, waar die dames op zaten. Waar die zag ik bij de NOS. Er waren 10 juwelierszaken zaten er op die boot. En dan kon je een beetje rond. Dat is niet normaal wat een rijkdom daar is. Hè? Daar verbleven de dames van het Engels elftal. Ja. En 10 juwelierszaken, zo giga, zo veel rijkdom. Jij speelde in Abu Dhabi, dus daar zal het wel behoorlijk kitscherig zijn geweest. Hè? Ja, daar hebben ze het niet slecht. Nee, daar kunnen we wel wat mooie verhalen van vertellen. Hoor. Ja. Vertel er maar eentje, als je er toch bent. Nou ja, ik stond vrije trapjes te nemen na een training. En toen waren de spelers, die schoten die bal in de lucht. En de bedoeling om hem dood te leggen. En toen viel die bal, toevallig kwam die zo mijn kant op. En toen riep er eentje op, 500, 500. Dus ik leg die bal dood. Nou, toen kreeg ik €500 van hem. Oké. Dus die kreeg ik uit de binnenzak. Kreeg ik zo de volgende dag. Het was de bedoeling om wat met hem te eten. Maar het avontuur was iets te kort uiteindelijk. Ja. Maar het is goed gekomen achteraf. Dus prima. Zeker. Natuurlijk, man. Het heeft mij alleen maar geholpen als Ja, uiteindelijk ga je naar FC Twente via Den Haag, waar je 15 keer scoort hè, vorig seizoen in de keukenkampioendivisie. Dat heb je al eens gezegd. Eigenlijk zat het in je achterhoofd dat je graag naar FC Twente wilde. Hè. Waar zat hem dat in? Eigenlijk begin van het seizoen niet hoor. Maar toen het goed begon te gaan en er wat clubs zich gingen melden, toen krijg je natuurlijk ook, ga je er lekker in zitten, ga je nog beter spelen. En toen zei ik van tevoren tegen mijn zaakmanager, ik hoop stiekem dat Twente komt. En dat... Vanuit het niets eigenlijk. Die is afgeluisterd, dat kan niet anders. Ja, ik weet het niet. Dat was een bepaald gevoel wat ik zag, wat ik had erbij. En ook toen ik één keer een wedstrijd had gezien, het stadion, alles erbij. En ik denk dat het ook een club is die bij mij past. En ik denk dat je dat ook wel terugziet. En dat dacht ik ook op dat moment. Volksclub, enthousiast publiek. Ja, net een beetje als Den Haag. Ja. Precies. Ja, maar wel minder rustig. Of het moet al wel heel slecht gaan. Wil het hier zo onrustig worden als in Den Haag? Want als de kleedkamerdeur openstaat, dan is dat ruzie. Dus dat is niet normaal. Ja, maar Dick gaat alles bezweren, hè, Dick advocaat. Met Dick gaat helemaal goed komen. Ja. Maar bevalt hij goed hier? Spelen. Ja, onwijs. Ik woon lekker in Roombeek. En, ik woon nieuw heerlijk. Gedeelte. Ja, ik woon heerlijk. Leuke spelersgroep, leuke staf. En ook de stad Enschede bevalt me heel goed. En vanaf nu basis, hè? Als jij het zegt. Ja, hij is een fan van jou, hoor. Dat heb je wel begrepen. Ja, ik ben fan van hem, dat weet je. Niet alleen vandaag, maar ook voor die tijd al. Ja. Dus ik zie dat straks dat hij die plek niet meer weg gaat geven. Als hij start, meteen hup laten zien. En dan eindigt hij tussen de 10 en 12 goals. Sowieso einde van het seizoen. Dus schrijf dat maar vast op. Ga ik daar een toteltje op zetten. Diepgang, neusje voor de goal. Is een rat, is niet bang in duels. Heeft een goed schot, overzicht. Ja, die is een rat. Ja, die vinden ze in Den Haag heel mooi. Ik was gisteren in Den Haag, dus Lex Schoenmaker, die kennen jullie denk ik. Ja, die ken ik ook. Die zei tegen mij, hé ratje. Ja. Die had het ook meegekregen. Dat vinden ze, ik vind het wel een grappige bijnaam. En waar zit hem dat in voor jezelf, dat je een ratje bent, zeg maar? Ik denk dat ik alles doe om te winnen. Ja. Dat ik gewoon, maakt me niet uit. Ik doe er alles aan om in die 16 te komen, om goals te maken, vervelend tegen... Ook tegen mijn tegenstanders. Ja. Weet je wanneer hij bij mij op het netvlies staat, sinds wanneer? Dat hij bij NAC uit voor de tribune ging staan voor zijn vader op te nemen. Ja. Dus dat vind ik acties. Ja. Je vader was eruit gegooid bij NAC. Ja, natuurlijk. Dat vind ik. En jij wilde even zoete wraak halen, hè? Ja, maar dat was al iets dat speelde ook zo lang. Kijk, je moet je voorstellen, die zomer daarvoor ben ik met mijn... En hier gaat niet weer helemaal over hebben. Nee, kort. Ben ik met mijn zusje gewoon in Den Haag. En
En mijn ouders die zijn op Ibiza. En ja, dan krijg je het bericht van je vader van ja, je moet het huis uit. Want ja. het gaat niet goed. En dat is... Bedreigingen? Ja, vanwege alle bedreigingen. Ja. En dan moet je naar je oma toe met je zusje en je spullen en de honden en alles. En zo. Terwijl ik zo echt zoiets had van ja, weet je, ik ga het huis niet uit. Weet je, dat doe ik niet. Maar ja, uiteindelijk toch gedaan. En ja, toen speelde ik eigenlijk al 2 maanden daarna speelde ik eerst NAC uit. Nou ja, toen was ik natuurlijk ook, toen wilde ik zo graag scoren, toen wilde ik het al doen. Tuurlijk. En nou ja, toen kwam het in de play-offs en ja, de manier waarop en voor dat vak daar, dat was gewoon het ultieme vraag van mij. Ontlading. En de hele familie Stijn, niet alleen mijn vader, maar de hele familie Stijn. Ja. Natuurlijk. Ja, zeker. Ik begreep dat wel. En dat vind ik wel mooi. Dat, daarom, jij vraagt waarom vind je mijn ratje. Dat past daar weer bij om dat te doen. Nee, maar je bent een echte familieman, zoals net al gekocht. Ik denk dat je ook vrienden met je vader bent. Hè? Dat kunnen we een beetje aan afzien. Absoluut. Los van de vader-zoon verhouding. Nee, absoluut. Wij zijn twee vrienden. Wij doen onwijs veel samen. En, dat blijft ook. Ja, en eigenlijk is NAC trouwens ook een hele mooie volksclub. Hè? Maar het gaat natuurlijk om de mensen die daar soms aan het roer zitten. En dat vonden wij eigenlijk ook zo jammer. Want... Dat is Utrecht, dat is ADO Den Haag, dat is Feyenoord. NAC. Nou, Feyenoord, die spelen dan nog wel veel top. Maar die clubs is altijd onrustig. Maar het zijn zulke mooie clubs eigenlijk, de achterbanden. NAC ook. Ik heb daar een jongen begeleid, die speelt daar vulkanisch. Nu. Vulkanisch. En dat ik was er voor 2 weken, 3 weken geleden volgens mij een van de laatste... En vol daar. Niemand die kijkt. Het is alleen maar bier en feest. En ze juichen en ze springen. En ik denk dat er 17.000, 18.000 man zitten in de KKD. Maar het is hartstikke gaaf. Het is ook geweldig om daar te spelen. Ja. Het is hartstikke mooi. Ja. Het is een supermooi stadion. Alles eromheen ook. Ja. Een beetje Twente in het klein, zeg maar. Dat is het. Nee, maar zo noemde ik het ook. Ja. Bier drinken is belangrijker dan winnen, soms, bij NAC. En ik hoor dat de broodjes benen dan bij Twente heel lekker zijn. Ja, heb je die al gehad inmiddels? Nee, nog niet, maar ik hoor van mijn vrienden dat die heel goed zijn. Ja. Ik ben vegetariër, maar jij kunt daarvan getuigen, hè? Waarvan? De broodjes benen. Dat een broodje benen van ongekende kwaliteit is. Super, echt lekker. Maar als jij kijkt, je had bij Utrecht stel kunnen tekenen, of bij Heerenveen, of bij, en je had daar bij wijze van spreken een ton meer kunnen verdienen, dan is deze stap nog goed, omdat hij hier past. Hij past precies bij Twente. Ja. Dat is ook het belangrijkste. Ja. Heerenveen is keel, Groningen, nou, laat het helemaal niet over hebben. Hij past hier. Dit is goed voor hem, voor de ontwikkeling. En dan de vervolgstap, en dan zie je wel. Ja. Hoe oud ben je nu? 22? 21. Ja. Broekie nog, hè? Net 21 geworden, november. Ja. Hoe kijk je zelf terug, Sam, op je eerste competitiehelft bij Twente? Het was maar 14 wedstrijden waarin je had kunnen spelen, maar je kreeg te maken met een hersenschudding. Hè? Ja, nee, ik ben. Het is eigenlijk ook voor mij beter gegaan dan verwacht. Kwam hier naartoe om in eerste instantie het eerste jaar een betere voetballer te worden en mijn minuutjes mee te pikken en hopelijk. Handelingssnelheid iets omhoog. Zeker. Ja. En, met alles gewoon beter te worden. Fysieker, wat beter om me heen kijken, makkelijker voetballen. Ja. Zeg maar alles. En nou ja, dat ging ook ik ontwikkelde me gewoon snel. En ja, dan zie je ook wel dat het zich uiteindelijk uitbetaalt en dat het zo goed is gegaan. Met een mooi einde van het seizoen ook. Ja. Natuurlijk tussendoor even die hersenschudding gehad. Ja. Maar nee, gewoon onwijs tevreden. Hoef je ook niet slechter te worden, want hij heeft ook gehad. Nou, hij is veel verstandiger gaan praten daarna. Ja. Dus het schiet echt op. Dit gaat echt stukken beter. En je hebt een zware gehad, dus moet je nagaan. Ja, het was een heupoperatie. Ja, maar het ging helemaal naar boven toe, hè, bij jou. Ja, bij mij gaat het als standen boven. Maar dit geheel terzijde. Even snel naar de commerciële afdeling. Het boek Gert-Jan Verbeek, Recht voor zijn raap, dat we vorige week in de aanbieding tussen aanhalingstekens hebben gedaan. Dat is gewonnen door, even kijken, Michel van der Locht. Michel, het komt in jouw richting. En we zijn gesigneerd. Gesigneerd natuurlijk. En we zijn toch Sinterklaas cadeautjes aan het weggeven. Wat heb je nog meer in petto voor de mensen? 19e, maar dat ga je straks zeggen, hebben we de laatste uitzending dit jaar vanuit Oldenzaal. Ja. En dan gaan wij de prijs weggeven voor een diner voor 2 personen bij Van der Valk. En de schoenen die gaat Sam straks even signeren. Deze schoenen die hier staan? Ja, die gaat even signeren dan. En die gaan we dan ook in de verloting doen. Dus door abonnees gaat Marjolein er eentje uitkiezen die dat dan wint. Ja. Dus dat is de 19e, maken we dat bekend. Dus al die Hagenese familie allemaal meedoen, dan kunnen ze jouw handtekening. Heb jij deze gescoord? Tegen NEC. Ja. Oh, dit zijn de originele kiksen van jou. Ja, aan tegen Oké. Die 0-1 vlak voor tijd. Ja. Of in de blessuretijd eigenlijk. Hè? Ja. Dat kon niet meer bijna. Dat was een minuutje. Ja, dus, niet te geloven. Ja, heerlijke 3 punten waren dat. Ja. Dus die gaan ook in de verloting. Dus hebben we 2 prijzen. De 19e en dan even vakantie. Oké. We hebben nu nog even wat vragen van kijkers. Hè. Dat heb je dan als je als FC Twente speler hier aan tafel komt te zitten. In dit geval in Hengelo. Wie is je grote voorbeeld? Je zei net al Messi. Of heb je ook een Nederlandse voetballer die jou kan bekoren?
Ja, ik ben altijd wel... Je posters... De posters van Messi hingen altijd wel in mijn kamer, ja. Altijd wel fan geweest van Messi. Waar kijk ik graag naar? Ik kijk ook graag naar Xavi nog steeds. Xavi en Iniesta. Ja. Het magische middenveld van Barcelona. Ja, dat gewoon. Ja, ik ben gewoon echt een Barça-man. Ja, hoe dan ook. Ja, zeker. Als je dan denkt dat je kunt voetballen en je ziet dat inderdaad, dan denk je, potverdomme. Oh, ik kan toch niet zo goed voetballen. Nee, precies. Dan denk je weer, god, maar ik moet andere kwaliteiten aanboren. Dat is echt, hè. Heel die Messi beter ook van de week, wat hij aan doet, hè. Dus je ziet er zo, dat is zo'n klein propje eigenlijk, zeg maar, zo'n Michelin-mannetje. Ja. Je ziet bijna geen benen meer en dan zet hij even een paar keer iets, hè. Dat is niet normaal, man. Dat is, hij legt hem klaar en schiet. Leg hem klaar. Boom. Nee, dat blijft natuurlijk een... Wat jij hebt in de zaal, zeg maar. Fenomeen, wat ik wekelijks demonstreer in de zaal. Ja. Illustre Sparta Enschede 6, maar dit geheel terzijde. Tattoos kreeg ik een vraag over. Heel veel spelers hebben tegenwoordig een tattoo. Zelfs Peet Beijer, dat zei Wout Brama van de Wees. Die heeft een truus op staan. En Bos ook, hè, die heeft ook een tattoo. Ach. Heb jij tattoos? Nee. Nog niet of überhaupt niet? Nee, ik ben veel te bang dat ik het dan uiteindelijk niks vind. Nee. Het is niks dat je een ander vriendinnetje krijgt dan de naam die je erop laat tatoeëren. Ja, dat lijkt me, ja. Nee. Ik maar toen vroeger Anja heb ik een R voor laten zetten. Ja. Weet je nog? Ja. Dat ben je niet. Ik heb een R voor laten zetten. Nee. Ja, hij heeft gekke dingen uitgehaald in zijn leven. ik heb geen tattoo, nee. Nee. Ook niet. Nee, moet ik niet. Maar het is van deze tijd, hè? Dit schijnt zo te zijn, maar ik zou het niet doen. De Argentijnen die hebben er een hoop. Niet te geloven. Die hebben geen plekken meer over op hun benen. Wie? De Argentijnen. Oh, ze zijn helemaal vol. Helemaal vol. Ja. Maar ook Messi, hè? Ja, ook. Is ook begonnen. Ongelooflijk. Volgende vraag. Waar kan FC Twente eindigen, Sam, dit seizoen? Kunnen ze bij de eerste drie zich scharen? Ik denk het wel. Ja? Zeg je heel zuinigjes? Ja, stiekem. Wat? Oh, stiekem, omdat we toch ook... we hebben punten gestolen, het eerste seizoen zelf, maar we hebben ook punten laten liggen. Ja. Dus ik denk, als we de punten die we hebben laten liggen... Ja. Maar dat houdt gelijk op eigenlijk, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik denk wel dat... dat we er stiekem naar mogen kijken. Ja. Maar punten stelen als je in de laatste minuut bij NEC scoort, dat is ook gewoon afgedwongen. Ja, oké. Maar ze toch nog een beetje stelen, toch? Ja. Maar die zijn het lekkerste. Ik vind het lekkerste. Ja, prima toch. Dan kunnen we ook niet meer terugkomen tegenstander. En die onderlinge, hè, want je zegt net al, het publiek van FC Twente, dat is bijna betoverend. Dat is fantastisch om daarvoor te spelen. En als je dan thuiswedstrijden in je voordeel beslist, dan ga je natuurlijk naar het publiek. Dat is zalig, kan ik me voorstellen. Hè? Ja, dat is schitterend. Dat begon al die eerste keer met die oma tegen Schalke. Ja. Dat was wel echt zo gaaf. Maar het was eigenlijk de eerste keer dat ik hier kwam. Toen had ik eigenlijk al een akkoord met Twente en een goed gesprek gehad. En kwam ik hier toen. Maar ik was nog nooit bij Twente geweest ook. Überhaupt niet in het stadion? Helemaal niet. Okay. En ik had echt zoiets... Zo, heb ik nou getekend dan? Wat is dit, joh? Zo groot is het. Ja, zo groot en zo mooi, weet je. Ja, dus nee, was echt... echt, dus maar deed die dat schot ook alweer tegen met de borst aannemen en één keer zo op de goal. Die ging er net niet in. Dat was ook een mooie actie. Dat was ook volgens mij, die nam je aan, dus nam je zo'n halve volley, zeg maar. Pof, in één keer. Die kwam net zo onder. De keeper stopte hem volgens mij nog. Of zat hij er zelfs in, een goal in de voorbereiding, was dat? Scoorde je toen niet? Oh, die schoot ik in één keer. Ja, in één keer? De keeper die nam hem aan, ja. Klopt, ja. Ja. De keeper nam hem aan op zijn borst en ik schoot hem in één keer. Ja, precies. Dat was ook een mooie actie. Welke wedstrijd? De eerste. De tweede wedstrijd. De voorbereiding, hè? Ja. Ja, die zag ik toen. Ploeg uit Denemarken of zo? Nordsjælland. Nordsjælland. Kijk, het publiek, ken je het publiek is ook klaar met, voor Sam Steijn, zeg maar. Die is ook klaar nu om hem te laten starten. Dat merk je op alle socials wel. Die willen allemaal Steijn op 10. Dat is goed voor hem. Hij moet dat nu waarmaken, laten zien. Dat zijn ze echt klaar voor. Ik denk dat de trainer, die heeft verstand van voetballen. Net als Van Gaal dat heeft met Twente. En ik denk dat als hij jou rijp vindt voor de basis, dan sta je erin. Zo simpel is het, hè? Ja. Dat is uiteindelijk aan mezelf, toch? Ja. Hoe is je relatie met Ron Jans? Echt mensenmens? Absoluut. Hij kan je motiveren? Prikkelen. Maar je kan ook altijd bij hem terecht als je vragen hebt. Of ik kwaad ben. Gear. Ook. Ja. Kan altijd. Ja. Je kan altijd even apart roepen voor een momentje. Ja, dat is gewoon... Dat is gewoon heel fijn als je zo'n trainer hebt die dat doet, want dat doen niet veel trainers. Nee. Vind jij het ook zo irritant, Sam? Wat? Dat die trainer van Sparta, dat hij zo dicht bij FC Twente is gekomen? Een paar punten achterstand. Hij mag heel dichtbij komen, maar hij mag er alleen niet overheen. Nee. Dat is het enige. Heb je het er vaak over? Pas geleden was je even in Spanje. Heb je het dan veel over voetbal? Ja, mijn vader die zegt gewoon... Dolle? Of? Mijn vader die zegt dan heel vaak van, joh, hij...
Wij pakken gewoon onze punten. We kijken wel hoe ver we komen. Wij gaan jullie niet aanvallen en dan zien we het wel. Kijk, maar aan het einde van het seizoen, die is heel nuchter. Ja, dus, dat is ook belangrijk. Ja, toch. En, hij doet toch al goed met Sparta. En nee, dat acht wordt op 9, dat is super. Ik zie hem niet voorbij Twente komen. Dat zou ik niet. En misschien gaat Twente nog wel wat doen in de winterstop. Het hangt er ook een beetje vanaf of de spelers weggaan. Ja. Als Rookie wordt weggekocht, dan moet je anticiperen. Ja. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Nederland-Argentinië komende vrijdag, Sam. Je zegt net al, ik ben voor Messi en voor Oranje. Wat verwacht je voor een wedstrijd? Een knokwedstrijd? Of? Ja, dat denk ik wel. Maar ook Argentinië kan ook nog niet echt bekoren, voetballend. Hè? Nee, zeker niet. Nee, die spelen alle ballen naar Messi. Ja, dat is het ook. Maar moet je dan nog iemand opzetten? Of laat je hem gewoon even een beetje die kwartier wandelen en dan doet hij even een actie weer? Maar dat doet hij eigenlijk. Hè. Hij blijft staan, wacht, zoekt positie en dan doet hij pas wie wat. Wie moet je nou op hem zetten dan? Ja, misschien een Ake of zo. Maar goed, ik denk dat je moet hem in de zone op. Dat is aan de linkerkant, ja. Hij zwerft overal, hè? Hij loopt overal, hè? Rechtsback loopt hij ook. Ja, loopt zo rechtsback overal. Het is misschien wel de beste aller tijden. Maar inderdaad, op dit moment, hij is niet meer zo snel als hij was. Maar ja, hij blijft natuurlijk iemand om in de gaten te houden. Alles is hem op hem afgestemd, hè? Dat zou ik niet doen. Het is allemaal moeilijk. Nou, wacht even, zet er dan op Timber, Koopmeiners, noem dat even drie tegelijk. Ja, maar dan gaat Lautaro Martinez. Toch kunnen ze wel winnen in Nederland. Het is alleen een beetje als het 1-1 is of een 1-0 voorsprong en ze beginnen op de laatste 20 minuten alles uit de kast halen om te winnen. Dan zijn ze 4-5 stappen verder dan Nederland. Argentinië, want dan gaat het scheermes erin. Ja, maar dan beginnen ze te ouwen en te doen. En of Nederlanders dat beheersen, dat betwijfel ik. Nee, in het verleden is dat gebleken. Ik bedoel, we hebben ook in de finale in 78 hebben we tegen de Argentijnen gestaan. En daar hadden we nooit kunnen winnen. Daar waren we nooit levend uit het stadion gekomen. Voetballen. Dat is niet normaal. Nee, daar waren we vermoord geweest. Ja. Ja. Rensenbrink schiet een minuut voor tijd op de bal. Met die rode kaart is dat toch? Met die kopstoot? Nee, dit was 78. Ver voor jouw tijd, maar Nederland... speelde tegen Argentinië een hele vijandige sfeer. Ja. 80.000 man in Buenos Aires. Nederland speelt 1-1. En vlak voor tijd Rob Rensenbrink slangen op de paal. Die had jij erin geschoten trouwens. Ja, had hij erin geschoten. Of agressie. 100%. Maar Rensenbrink was een slangenman. Die deed dat heel mooi, subtiel. Ja. En die wil hem even zo lekker zo'n proef even erin leggen. Ja. Ja, jij had bam! Er hing zo'n sfeer dat de spelers die daar van de partij waren, die zeiden na afloop ook, als we die 1-2 hadden gemaakt, dan had die scheidsrechter zo lang... Gonzalo, die Italiaan door laten spelen tot het nog gelijk was geworden. Nee. En dan 80.000 man. Van de Kerkhof, die had zo'n manchet om. En begonnen ze van tevoren, vlak voor de aftrap, begonnen ze van, even manchet om. Ja. Die spelers begonnen en dan ging het. Hij moest dat ding weer af. En om maar onrust te veroorzaken bij Nederland. Maar ja, daar zaten allemaal ratten in dat Nederland zelfs al, allemaal. Argentinië ook. Campus. Tarantini. Campus. Ja. Ach, wat een tijd, man. Een mooie opa port. Vertelt, moet je een keer terugkijken als je tijd hebt. Ik lag hier in Pleurs, wat toen mocht. Ik krijg nu ongeveer 5 jaar voor gevangenisstraf. Ja. Wat toen mocht. Ja. Niet normaal. Zo ongeveer. Ja. Ja, bij benadering. Ja. Ja. Oké, dan hebben we nog even Heracles. Dat gaat weer beginnen met de competitie. Die spelen tegen Roda JC uit, doen we altijd even. Roda tegen Heracles. Wat gaat dat worden, Sam? Roda Heracles. Ik heb Roda van de week of een tijd geleden tegen ADO gezien. Ja. Was niet heel best. Nee. In de laatste minuut. Ik denk dat Heracles het wel heel goed voor elkaar heeft dit seizoen. Ja, dus gaan ze winnen? Ik denk het wel. Ze winnen daar. En wat denk jij? 1-1. 1-1. Dus, ja, Roda vind ik toch wel... Ik vind ze nog wel aardig spelen. Ja, vooral thuis. Goed, dat blijft natuurlijk een club spits blijft gevaarlijk. Die van Feyenoord, die oude Feyenoord spelen. Ja. Dus ik denk 1-1. Maar goed. Oké, en dan toch nog even die uitslag dan. Ten slotte. Argentinië, Nederland. In uitslag gegoten. Sam? Nederland thuis? Nederland thuisland? Argentinië? Nederland speelt... Eigenlijk uit, omdat het alleen maar Argentijnen zijn. 60.000, 70.000. Ja. Maar zeg maar Nederland-Argentinië, als we het zo even formuleren. 2-1. 2-1 voor Nederland. Oké, doelpuntje Messi dan? Hè? Ja. Ja, dat wel. Penalty. Wat denk jij? 1-2 in de verlenging. 1-2 voor Argentinië. Oké, we gaan het allemaal beleven. Ik denk dat Nederland met 3-1 gaat winnen. Revanche voor 78. En we hebben voor 2014. Maar Fidela is er niet bij, hè? Fidela niet. Nee. Het ligt al lang onder de groene zone. We gaan het bijna afronden. Wie hebben we nou? We gaan volgende week niet uitzenden. De laatste die uitzending, ook wel. 19 december bij De Dominee in Oldenzaal. Mooiste restaurants in de regio, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dominee, echt gezellig. Gaan we goed prediken eten. Van de kansel. Zij? Is het goed eten? Goed, ik nodig een keer uit. Ja. Echt leuk. Gezellig. Echt leuk. Bij deze afgesproken? En dan nemen we op met Juri Mulder en Klavertje 4 als publiek.
Oké. Dat is dus een publiek bij businessclub, geloof ik. Hè? Okay. Gewoon, ja, businessclub van Oldenzaal. En die zijn erbij als publiek. Dan gaan we het daar afsluiten. Dan gaan we daar het jaar mee uit. Oké. Okay. Niet eten thuis, want... Ja. Buffetje voor jou. Buffetje, dat we dat even weten. En Sam is ook uitgenodigd. Ja, Sam, uiteraard. Sam, bedankt voor je aanwezigheid hier bij Voetbaltijd. Tot de volgende keer. Ja, we blijven je volgen. René, jij ook. 19. En u hoort het. 19 december zijn we terug met de laatste aflevering van Voetbaltijd. Dan vanuit Oldenzaal de dominee met in de opstelling Jurie Mulder. Tot de volgende keer. Tot 19 december. Tot ziens.